In oktober komen we met een ontwerp waar heel veel duidelijk zal blijken. In ieder geval hebben we met elkaar besloten om de Basis Plus variant plus nog wat extra's te doen van het geld wat we aan externe financiering binnen hebben gekregen. Dat betekent dat we het museum in ieder geval helemaal gaan renoveren en dat we dadelijk een heel mooi museum krijgen. Bodon en Fonds de Steur worden in ere hersteld. Het museum zal verduurzaamd worden. Asbestverwijdering. Dan krijgen we een mooi museum voor terug. Ja, en dan wordt er iets extra's gedaan, maar wat dat extra's wordt, dat weten we op dit moment nog niet. Nee, dat extra's hangt heel erg af van hoeveel geld wij nog binnen gaan krijgen. We weten wel wat we heel graag zouden willen aan extra dingen. Daar hebben we samen met de architect en het museum hebben we daar een lijstje van gemaakt. Dat is bijvoorbeeld de entree verbeteren, de logistiek en de routing die we willen verbeteren. Aansluiting met het museumpark die we willen verbeteren. Maar daar is extra geld voor nodig. En dat geld, dat hopen we de komende jaren binnen te krijgen. Ja, maar krijg je dan niet iedere keer een stukje dat bijgebouwd wordt, dat je eigenlijk een museum hebt wat half af is? Nee, de bedoeling is dat we in ieder geval een museum straks hebben dat gewoon helemaal af is. En dat we het zo in elkaar gaan organiseren dat alles wat erbij komt, dat niet weer betekent dat je het hele museum overhoop moet halen. Het museum is gewoon af en de extra's, dat wordt zo georganiseerd dat elkaar niet bijt. Ja, dus je kan er een extra entree bij zetten dan? Nou, entree is wel iets wat je natuurlijk het liefst gelijk zou goed willen regelen. Maar ik denk bijvoorbeeld aan het paviljoen, wat ook onderdeel uitmaakt van het plan. En wat een extra is wat je zou kunnen toevoegen in het museumtuin. Maar dat is wat je los van het museum zelf, de renovatie, in een latere fase zou kunnen toevoegen.